We gaan erin vliegen. We gaan het als volgt doen. We gaan nog gedurende 40 minuten een gesprek hebben. Enfin, ik zelf zal een gesprek hebben met Etienne Vermeers over de problematiek inderdaad van de draagkracht van de aarde. En daarin zit onder meer de problematiek van de overbevolking van de wereld. Maar daar zal toch ook een stukje bij komen, het hoofdstuk mens, flora en fauna, omdat die twee zaken natuurlijk enigszins met elkaar verbonden zijn. Nadien zal ik dus inderdaad moderator spelen, zo neutraal mogelijk, om dus vragen aan bod te laten komen. Bereid u maar nu al voor op vragen die u wilt stellen aan Etienne Vermeers. Ik weet zeker, ik ken hem genoeg daarvoor. Hij zal geen enkele vraag uit de weg gaan, maar ik ga wel vragen van uw vragen kort te stellen. We gaan onmiddellijk wel goed begrijpen wat uw vraag is, waar u naartoe wilt, en dan kunnen we zo snel mogelijk het woord geven aan Etienne Vermeers om daar een antwoord op te geven. Goed, eerste punt waar we moeten mee beginnen. Het is misschien nuttig om eerst het gedachtegoed van Etienne Vermeers te laten situeren naar aanleiding van een ander boek dat hij ook geschreven heeft, De Ogen van de Panda, maar dat dus ook in dit boek aan bod komt, en waarin hij eigenlijk uitlegt in welk soort systeem wij vandaag leven. En dat systeem is het WTK-systeem. Meer zeg ik daar niet over, omdat ik nu het woord wil geven aan Etienne Vermeers om dat toe te lichten. Wat is eigenlijk het WTK-systeem? Ja. Eerst om door te gaan met de publiciteit. Het eerste, het boek De Ogen van de Panda, is geschreven in 1988. Dat was eigenlijk gebaseerd op een aantal lezingen die ik in de loop van de jaren 80 stilaan heb ontwikkeld. Dit is een uitgave, dus een zeer recente uitgave, laten we zeggen bijna ongeveer 25 jaar later. Dit bevat de oorspronkelijke tekst, om duidelijk te maken wat ik toen gezegd heb. Ik heb een paar stijlfouten en taalfouten verbeterd, want dat is altijd zo. Maar daarnaast staat er een naschrift van een veertigtal bladzijden, waarin ik dus zie in welke mate ik bij mijn oorspronkelijke standpunten kan blijven. En zoals u zult verwacht hebben, kan ik daarbij blijven. Dus, en nu zal ik dat dus uitleggen. Nu, ik vertrek eigenlijk van twee postulaten. Postulaten, dat zijn stellingnamen die men niet als dogma voorbrengt, maar die men toch op zo'n manier naar voren brengt dat men zegt, kijk, als iemand die postulaten niet aanvaardt, ja, dan valt eigenlijk mijn systeem in duigen. En die twee postulaten zijn de volgende. De aarde is eindig. En de aarde is eindig in zeer veel aspecten, in omvang, en mogelijkheden, en hoeveelheid water enzovoort. Een hele reeks zaken die ik hier niet zal preciseren op dit ogenblik. Maar de aarde is eindig. Tweede postulaat. Een gegeven, een entiteit, een organisme of een groep van organismen die zich onbeperkt uitbreidt. Dus ieder systeem dat zich onbeperkt uitbreidt, moet vroeg of laat stoten, te pletter lopen tegen de grenzen van deze eindigheid. Dus als je aan de ene kant een eindige aarde hebt, een eindige wereld, en aan de andere kant een systeem of een groep van systemen of een totaalsysteem dat zich altijd verder uitbreidt, dan moet dat te pletter lopen op de grenzen van deze eindigheid. Nu, in het bijzonder zal ik het hebben over een bepaald kenmerk van de ontwikkeling van de mensheid dat zich ontwikkeld heeft sinds de Griekse oudheid en dat zich altijd verder en verder ontwikkelt. In de Griekse oudheid ontstaat de wiskunde. De wiskunde ontstaat bij Thales van Milete, 6e eeuw voor Christus. En we stellen vast dat in de Griekse oudheid die wiskunde in hoofdzaak meetkunde, maar gedeeltelijk ook rekenkunde, dat die zich vanaf de 6e, 5e, 4e, 3e eeuw stelselmatig ontwikkelt. Die heeft werkelijk een explosief karakter gekend, vooral de meetkunde. De rekenkunde is beperkt door een aantal factoren die ik nu niet zal bespreken. Maar die meetkunde, dat zien we bijvoorbeeld in 300, schrijft Euclides het meest succesvolle leerboek aller tijden,
Nooit meer zal er een leerboek geschreven worden dat zoveel succes gekend heeft als dat van Euclides. Zelfs de meetkunde zoals wij die in mijn tijd dus bestudeerden. Later met de nieuwe wiskunde heeft men dat wel, de moderne wiskunde heeft men dat wel door elkaar gegooid. Maar in feite, de meetkunde die wij bestudeerden, was de meetkunde van Euclides. Wel nu, die meetkunde heeft zich dan in de derde eeuw nog verder uitgebreid, in de tweede eeuw. En al langzamerhand is dat een beetje gestagneerd door allerlei factoren. Maar in de 15e, 16e eeuw is die meetkunde weer opgekomen. Dus in de Renaissance. En die is dan aangevuld door iets wat uit aanvankelijk de Indische wereld gekomen is. Namelijk de schrijfwijze van de getallen zoals wij die nu kennen. Wat wij het positioneel systeem, wat men meestal kent als een tiendelig systeem. Dat je niet schrijft met de Romeinse cijfers, maar schrijft met een systeem waarbij de positie van een cijfer de getalwaarde. Als ik zet 2, betekent dat het getal 2. Als ik daar een 1 achter zet, betekent dat 21. Dus betekent dat die 2, 20. Zet ik daar nog een cijfer achter, betekent die 2, 200 en zo verder. Positioneel systeem, komt dus van de Indiërs, is via de Arabieren in het zuiden van Italië doorgedrongen en heeft dus in de 15e, vanaf de 15e, 16e eeuw in Europa een enorme doorbraak gekend. En tegelijkertijd is ook de algebra, de basisalgebra, theorie dus van vergelijkingen, en eigenlijk ook de theorie van het feit dat men algemene formules kan opstellen voor rekenkundige en dan naderhand andere bewerkingen, die komt oorspronkelijk ook uit India, maar die is door Al-Khwarizmi in de Arabische wereld binnengebracht. En vanuit de Arabische wereld is die ook via Spanje en Italië in het Westen doorgedrongen. Een van de meest fundamentele zaken die zich voorgedaan hebben in de loop van de 16e eeuw, dat is dat men tegelijkertijd die meetkunde en die algebra is gaan ontwikkelen. En dat men dan tegen het einde van de 16e eeuw, begin van de 17e eeuw, een synthese gemaakt heeft. En een van de centrale figuren daarin is Descartes. Een synthese gemaakt heeft van de algebra en de meetkunde, namelijk de zogenaamde analytische meetkunde. Die dan de bron geweest is van een ontwikkeling van de wiskunde die tot op heden zich met een exponentiële snelheid naar voren brengt. Ik leg daar de nadruk op, omdat als je die donkere periode, dus van de middeleeuwen, daartussen uitlaat en van het late Romeinse Rijk, als je dan springt dus van die oudheid, derde, tweede eeuw, naar de 15e, 16e eeuw, vanaf de 15e, 16e eeuw, ontwikkelt die wiskunde zich ook met een exponentiële kracht. Daar zit dus een intrinsieke dynamiek in, die door niemand eigenlijk zo gewild of gemaakt is, dat komt uit de aard van de feiten zelf voort. Bijvoorbeeld, de Arabieren die hadden reeds een algemene oplossing voor de tweede graadsvergelijking in de algebra. Wel nu, onmiddellijk, tweede graad, we gaan een algemene oplossing zoeken voor de derde graadsvergelijking. En dan voor de vierde graadsvergelijking. En dan stoot men op enorme problemen. Dat leidt dan tot de groepentheorie en zo verder. En in de meetkunde is dat ook zo. Men gaat altijd verder en verder en verder. Intussen ontwikkelt men de driehoeksmeting, poldriehoeksmeting en zo verder. Maar met die analytische meetkunde gaat men dat verder en verder ontwikkelen. Dat wordt dan gesynthetiseerd eigenlijk met de mechanica die Galilei ontwikkeld had en die dus Newton tot een absolute bloei gebracht heeft. En dan kom ik op mijn tweede punt. Naast de wiskunde heb je dan van in de 16e, 17e eeuw de ontwikkeling van de natuurwetenschap. Dat was eigenlijk ook al begonnen bij de Grieken, want de Grieken hebben de basis gelegd van de wetenschappelijke astronomie, van de wetenschappelijke statica, de theorie van de gewichten en de hefbomen, en van de hydrostatica. U kent de wet van Archimedes, hydrostatica, en de optica. Dat wordt terug overgenomen in de 15e en vooral in de 16e eeuw, en van dan af ontwikkelt zich dat met een onvoorstelbare explosieve kracht. Er zit dus een interne dynamiek
in die natuurwetenschap die zich sinds de 17e eeuw tot op heden met een onvoorstelbare snelheid heeft ontwikkeld, zodat je kunt zeggen dat praktisch in iedere generatie het aantal wetenschappers, natuurwetenschappers, groter is dan in alle generaties tevoren. En tot op heden doet zich dat zo voor. Met andere woorden, de wetenschap, dat is een soort fenomeen, een soort structuur die zich ontwikkelt met een interne dynamiek die door niemand vooraf gekend of geweten was, maar dat zit daarin gebakken. Tweede is de ontwikkeling van de technologie. In de oudheid hadden we reeds een zekere vorm van technologie die vrij interessant was, maar die bleef vrij statisch. Vanaf de middeleeuwen, rond 1300 ongeveer, begint die technologie, die verschillende technieken, beginnen zich te ontwikkelen. Je krijgt dat op verschillende terreinen. Je krijgt dat op het terrein van de optica. De eerste brillen dateren van 1300. Je krijgt dat op het gebied van het kanon. Het kanon is ook ontwikkeld rond 1300. En daar zit ook een intrinsieke dynamiek in. Waarom? Als een bepaalde staat het kanon heeft en een andere staat niet, dan mag die het bij een oorlog vergeten. Dus op 10, 20 jaar hadden alle Europese staten het kanon. Maar om het kanon te hebben, moet je natuurlijk brons hebben, later staal. Dus moet je de mijnbouw ontwikkelen, de metallurgie ontwikkelen, staal enzovoort. Dus je krijgt een intrinsieke dynamiek op het gebied van wetenschap. En ongeveer tegelijkertijd ontstaat in de middeleeuwen de typisch westerse vorm van kapitalisme. Kapitalisme, dat is eigenlijk het volgende. Een kapitalist, dat is een asceet. Een kapitalist, een gewone mens, een normale mens, die arbeidt en de vruchten van zijn arbeid gebruikt hij om zich in stand te houden. Een kapitalist niet, dat is een soort monnik. Hij doet van de vruchten van zijn arbeid legt een stukje opzij om te investeren, het zij in nieuwe producten, aanvankelijk handelswaarproducten, die hij dan verder verkoopt met winst, waardoor hij dat kan verder investeren. En zodra die techniek zich ontwikkelt, gaat hij ook investeren in technische producten, waardoor hij productie heeft. Van die productie gaat hij weer iets opzij leggen, waardoor hij weer nieuwe productiemiddelen kan hebben. Die productiemiddelen leveren weer nieuwe resultaten op. Dus weer. En dan zie je dat in het kapitalisme ook een intrinsieke tendens zit tot onbeperkte zelfontwikkeling. Aanvankelijk zijn dat individuen, later zijn dat groepen van individuen, zijn dat alle soorten ondernemingen die dan blijven bestaan nadat de individuen dood zijn. Dus een systeem dat zich altijd verder ontwikkelt. Wat is nu een van de basisthesissen die ik naar voren breng? Dat is dat vanaf de 16e, vooral 17e en de 18e eeuw, een interactie bestaat. Eigenlijk vroeger al voor wat betreft interactie, wetenschap, technologie. Technologie, kapitalisme. Maar vooral van in de 19e eeuw is er een zo sterke interactie tussen kapitalistische economie, technologie en wetenschap, dat die elkaar elkaar voortdurend beïnvloeden. Dus nieuwe wetenschappelijke vondsten leiden tot technologische ontwikkelingen, die dan voor de kapitalist een nieuw middel zijn voor nieuwe productiemiddelen, waardoor natuurlijk weer, om een eenvoudig voorbeeld te geven, zodra je de perfectionering hebt van de theorie van de optica en je hebt de perfectionering van de techniek van het slijpen van lenzen, kan je natuurlijk telescopen maken, kan je microscopen maken en zo verder. Maar daarmee kan je nieuwe meetinstrumenten maken, daarmee kan je nieuwe technologische producten maken, ook voor bijvoorbeeld maken van brillen op grote schaal en zo verder. Dus je kunt altijd verder gaan en die wetenschap beïnvloedt de technologie. Een eenvoudig voorbeeld, de ontwikkeling van de stoommachine is eigenlijk het resultaat van de ontwikkeling van het kanon. Waarom? Omdat om kanonnen te maken, zoals ik zei, je brons nodig hebt, staal,
altijd maar beter en beter staal. Daar heb je dus mijnbouw voor nodig. Maar die mijnen gaan altijd dieper en dieper. Dus moet je water oppompen. Op den duur vindt men een systeem om water op te pompen bij middel van stoom. En dat leidt uiteindelijk tot een stoommachine. Als men dat dan omgekeerd toepast, niet alleen om te pompen, maar om dus een cilinder heen en weer te laten bewegen, draaibeweging. Daardoor kunnen die fabrieken natuurlijk zo ontzaglijk ontwikkelen met stoommachines. Dat geeft dan verder aanleiding tot de ontwikkeling van de thermodynamica. De wetenschap van het, hoe je energie maakt door middel van vuur. La force motrice du feu. En op die manier leidt dat dan tot de ontwikkeling van alle andere thermodynamische systemen, de ontploffingsmotoren en zelfs de dieselmotor is ontstaan dankzij het feit dat het kroepstaal zo sterk ontwikkeld was dat men eigenlijk de diesel met een interne ontploffing zonder vonk, alleen door de druk zelf, daar hadden enorme stalen voor nodig. Wel nu, dankzij dat staal van die kanonnen heeft men de dieselmotor kunnen maken. Dat zijn maar enkele voorbeelden op het gebied van elektriciteit. De verhouding Faraday, de technische, theoretische experimenten. Maxwell, theoretische ontwikkeling van de vergelijkingen van Maxwell. En van daaruit vloeien alle technologische ontwikkelingen op het gebied van de elektriciteit, elektronica enzovoort verder. Ik ga daar niet te diep op in. Alleen wil ik duidelijk maken. Ja, daar moest ik er serieus op ingaan. Ik wil duidelijk maken dat men werkelijk kan spreken van het WTK-bestel. Dat wil dus zeggen, een bestel dat bestaat uit ontwikkeling van wetenschap die een spontane tendens heeft tot ontwikkeling. Technologie die een spontane tendens heeft tot ontwikkeling. Kapitalistische economie eveneens. En die drie onder elkaar versnellen elkaars ontwikkeling. Wat is daar nu het gevolg van? Dat heeft dat tot gevolg dat om problemen op te lossen, van welke aard ook, van wetenschappelijke aard, van technologische aard, van de aard van het bevredigen van menselijke behoeften, op het gebied van voedselvoorziening, op het gebied van kledij, van woning, van comfort enzovoort, op het gebied van oorlogvoering. Het beste systeem is het WTK-bestel. Het WTK-bestel is het meest efficiënte totaalsysteem dat de wereld ooit heeft gekend. Als je de totale mensheid vroeg of laat zult willen bevredigen op het gebied van honger, heb je het WTK-bestel nodig. Maar als je de totale mensheid wil vernietigen, heb je het WTK-bestel ook als het meest praktische, interessante, efficiënte systeem. Dus het meest efficiënte systeem dat je kunt voorstellen. Nu, wat je zeer goed moet verstaan, dat is dat ik geen ludist ben. Ik bedoel, ik ben niet iemand die zal zeggen, oh slecht WTK-systeem. Dat is een systeem en dat heeft onvoorstelbare voordelen gebracht. Als je de gemiddelde persoon neemt van de 15e, 16e eeuw, gemiddeld mens die hier leefde, en een gemiddelde mens van nu, dan is het onvoorstelbaar wat het verschil van leven is. Die persoon die zag tijdens zijn leven 5, 6, 7 broers of zusters sterven. Zag zeer snel zijn ouders sterven. Soms zeer snel zijn moeder in een kraambed. Die zag, als hij dan zo ver geraakte dat hij ooit kinderen kon ter wereld brengen, zag hij het ene kind na het andere sterven. Het huwelijk duurde gemiddeld 9 jaar. Niet omdat ze scheiden, maar door de dood. En vergelijk dat met nu. Het huwelijk duurt gemiddeld misschien ook 9 jaar. Maar niet door de dood. En ze hebben daarna nog verschillende kansen op verschillende huwelijken. Ik ga dat niet volledig uitwerken, maar in dat boek is dat een beetje uitgewerkt. Wat ik wil zeggen is, het WTK-bestel heeft onnoemelijke voordelen gebracht. Maar het WTK-bestel heeft die eigenschap waar ik mee begonnen ben. Het is een systeem dat zich onbeperkt uitbreidt. Dus, vroeg of laat moet dat te pletter lopen tegen de grenzen van die eindigheid van de aarde. En wat betekent dat nu dat het zich onbeperkt uitbreidt? Dat WTK-bestel
gebruikt voortdurend meer en meer hulpbron. In de eerste plaats energie, tweede plaats ruimte, bodem, voor landbouw en zo verder, fabriek enzovoort. In de derde plaats water, vooral drinkbaar water, en allerlei grondstoffen, waaronder zeldzame mineralen. En wel nu, al die hulpbronnen die dat WTK-bestel gebruikt, zijn eindig. Als je dat altijd maar verder en verder en verder gebruikt, is dat eens allemaal op. Ten tweede, dat WTK-bestel produceert afval. Je kunt geen enkele industriële ontwikkeling of landbouwontwikkeling hebben zonder de productie van afval. Afval in de bodem, afval in de rivieren en de stromen, daarna naar de zee, en afval in de lucht. Het meest bekende afval waar men het nu meestal over heeft is de productie van CO2 die uiteindelijk tot het broeikaseffect leidt. Maar er zijn talloze andere vormen van afval die de rivieren giftig maken, de bodem giftig maken, uiteindelijk de zeeën giftig maken en uiteindelijk ook de oceanen giftig maken, de lucht en zo verder. Dus produceert afval. En in diezelfde beweging tast dat WTK-bestel ook de bestaande ecosystemen aan. De vroegere wilde natuur wordt langzamerhand verdrongen. Er blijft er altijd maar minder en minder van over. Jaarlijks verdwijnt er een hoeveelheid oerwoud ongeveer, minimum de grootte van België, verdwijnt. En vroeg of laat, dat kan dus niet blijven duren, eens is het oerwoud op. Het verbruikt ook altijd maar meer en meer water. En nu kom ik aan het begrip sustainability, duurzaamheid. Wat is dat, een systeem dat duurzaam is? Dat is een systeem dat zo werkt dat het een bepaalde grondstof, hulpbron, gebruikt, maar dat de hoeveelheid die men bijvoorbeeld per jaar gebruikt, tijdens dat jaar in dezelfde mate wordt aangevuld. Neem nu bijvoorbeeld, er zijn een aantal landen waar men aan landbouw gebruikt, irrigatie gebruikt in de landbouw. Men pompt water uit de bodem op. Maar het is evident dat die watervoorraden in de bodem die in de loop van miljoenen jaren zijn ontstaan, die zijn eindig en eens zijn die opgebruikt. Men kan natuurlijk ook water gebruiken dat van de regen komt of van de bergen afkomt, maar dat kan men alleen in die mate gebruiken dat die terug wordt aangevuld. Dus water uit de diepe bodem, dat is niet duurzaam. En water, oppervlaktewater, is alleen maar duurzaam in de mate waarin men niet meer verbruikt dan dat er effectief naar beneden komt van de regen met stromen en rivieren en zo verder. Dus als je dat te boven gaat, dan is het gedaan. Een van de beroemdste voorbeelden is dus Oezbekistan, waar men waar men een enorme katoenproductie wou opzetten met irrigatie. Wat was het gevolg? Schitterende katoenproductie, maar niet duurzaam, want het Aralmeer, een van de grootste meren van de wereld, was aan het inkrimpen, altijd verder en verder en verder, tot er op den duur bijna niets meer van overbleef. En in feite een verwoestijning ongehoord. Omdat men het water niet op een duurzame wijze gebruikt. Wat is nu een heel belangrijk punt? Dat is, die ontwikkeling van het WTK-bestel heeft een aantal intrinsieke dynamieken, maar één van de belangrijkste dynamieken daarin, dat is dat WTK-bestel natuurlijk goederen produceert voor mensen. Je kunt natuurlijk dingen produceren voor de goden of voor de vogels, je kunt piramides maken enzovoort, maar het WTK-bestel is langzamerhand intelligenter geworden en gaat niet meer zomaar piramides maken voor de komende millennia, men maakt dingen voor mensen. Dat wil dus zeggen, het WTK-bestel is gericht op consumptie. En dat is natuurlijk evident, dat aan die consumptie die gestimuleerd wordt door dat WTK-bestel, beantwoordt natuurlijk de behoeften van de mensen, want dat bestel slaagt erin, soms op een geniale manier, om zaken waar men nooit iemand enige behoefte, 30, 20, 30 jaar geleden had niemand een behoefte aan een iPad, nog aan een iPhone, zelfs niet aan een gsm, en ineens wordt dat aangeboden en dan moet iedereen dat hebben.
Dus het WTK-bestel produceert behoeften bij de mensen, produceert dus schaarste en moet daaraan beantwoorden. Maar nu, bovendien zijn er noden waaraan men noodzakelijk moet beantwoorden, voeding, kledij, verwarming enzovoort. Wel nu, het is zo dat wanneer het aantal mensen steeds toeneemt, dan zijn er natuurlijk altijd meer en meer mensen waarvan de behoeften moeten worden bevredigd. En dat WTK-bestel, dat dat probeert op een efficiënte manier te doen, zal dus meer en meer een beroep moeten doen op eindige hulpbronnen. En op den duur zijn die eindige hulpbronnen uitgeput. En dat is dus mijn conclusie waar ik in een eerste benadering toe kom. Het is ondenkbaar dat het aantal mensen altijd zal kunnen verder en verder aangroeien. Want het is al erg genoeg dat als er bijvoorbeeld, zoals toen ik klein was, 2 miljard mensen waren, moest het WTK-bestel nog enorme inspanningen leveren om voor die 2 miljard mensen een behoorlijk leven te brengen. Een behoorlijk leven op het gebied van voeding, kledij, gezondheidszorg, noem maar op, het comfort zoals men dat stilaan begon te kennen. En eens dat je dat comfort kent, is het moeilijk om daar afstand van. Wij hadden geen badkamer thuis. Wij hadden geen centrale verwarming. Wij hadden geen warm water, tenzij dat we dat kookten in de moor, zoals wij dat noemden, op de stoof. Dus wie nu in die situatie wordt beschouwd als een arme mens. Wij beschouwden ons niet als arme mens, maar nu, als ik nu zo zou moeten leven, zou ik zeggen, ja, dat is toch niet fameus. Dus dat WTK-bestel schept die behoefte, maar natuurlijk, als tegelijkertijd met die ontwikkeling van de consumptie, waarvoor reeds een geweldige ontwikkeling van productie nodig is, als tegelijkertijd het aantal consumenten meer en meer en meer toeneemt, moet die productie nog veel meer geaccentueerd worden. En op den duur moet die productie dan een niveau bereiken dat gewoon niet meer haalbaar is. En daar komen een aantal zeer fundamentele ethische problemen uit voort. Het WTK-bestel, ook met de moderne communicatiemiddelen die daarmee samengaan, heeft tot gevolg gehad dat alle mensen ter wereld meer en meer beginnen kennis te nemen van die producten die bijvoorbeeld in West-Europa, in Verenigde Staten en in Japan aangeboden worden. Als je in de sloppenwijken rond Jakarta woont, ja, normaal ken je dat niet, want die sloppenwijken, daar is geen elektriciteit. Dat zijn alleen maar petroleumlampjes. Dat is een meest fantastische belevenis. Je vliegt dus en je weet, ik vlieg hier boven Jakarta, want dat is een immense stad, en je ziet niets. Het is pikkendonker, want die kleine petroleumlampjes zie je niet. Dus zou je mensen, ja, die weten, mensen weten van niet beter. Maar nu en dan komen die mensen op die grote boulevards. Want die sloppenwijk, soms loopt daar een boulevard in. En die grote boulevards, dat is precies alsof je in Parijs zit. Of in Londen. Of in Brussel. Daar zien ze alles. Met andere woorden, het WTK-bestel brengt behoeften van de mensen op hetzelfde niveau. Dus ze zien zichzelf als meer en meer gelijkwaardig. Wij moeten dat ook hebben. Wij hebben daar recht op. Wij zijn niet minder dan die anderen die dat hebben. Dus het WTK-bestel bevordert het gelijkwaardigheidsgevoel van de mensen, maar tegelijkertijd bevordert het dus ook de behoefte aan hetzelfde type van consumptie. En dus is er een enorme contradictie tussen die mateloze behoefte om dezelfde consumptie te hebben en de feitelijke, merkwaardige, van verregaande vorm van ongelijkheid die erin bestaat dat het rijke Westen en ook de rijken van ter plaatse die consumptie hebben en de anderen hebben die niet. En nu zit je met twee, met een alternatief. Ofwel zeg je, die ongelijkheid, ja, laat dat maar bestaan. Dat is een ethische catastrofe natuurlijk. Ofwel zeg je, ze moeten allemaal evenveel hebben als wij en dat is een ecologische catastrofe. Want dat kan deze aarde niet aan. Deze aarde is einde. Ik kan misschien eventjes daarmee stoppen. Misschien, ik ga nog één vraag stellen. misschien kunt u toch nog even ook die evolutie van die
bevolkingstoename schetsen? En misschien meer bepaald aan de hand van uw eigen leven. Aan de hand van de periode waarin dat je zelf hebt geleefd. Het is trouwens ook niet altijd zo geweest. Hè. Sommige mensen hebben de indruk dat dus de bevolking eigenlijk gewoon gelijk zo'n lijn is naar boven gegaan. Maar zo is het eigenlijk niet geweest. Je mag rekenen, tot ongeveer 1800 is er een langzame stijging, maar heel langzame stijging van de bevolking geweest. Wel, er zijn natuurlijk een aantal momenten geweest waar het versneld is. De introductie ongeveer 10.000 jaar geleden van de landbouw. En eventjes later een iets bredere introductie nog van de veeteelt. Dat zijn 8000 jaar geleden, de uitvoerige veeteelt. Die heeft natuurlijk een enorm overschot ten overstaan van het nomadenbestaan daarvoor, de jagers en plukkers. Het overschot aan voedsel is daardoor substantieel verbeterd. En daardoor is er dus een vooruitgang van de bevolking ontstaan, wat dan geleid heeft tot de grote rijken, de vorming van de steden. Die grote rijken zoals Egypte, langs de Nijl, het rijk langs de Indus, Tigris en de Eufraat, Mesopotamië, de Yangtze-Kiang in China, de Indus en dan de Gangesvlakte in India enzovoort. Dus die grote rijken. We zijn daardoor ontstaan. En daar is dus een langzame aangroei van de bevolking geweest. Nu en dan kreeg die een knik naar beneden, omdat er onnoemelijke epidemieën ontstonden. En de laatste grote epidemie, enfin, de voorlaatste grote epidemie was de Zwarte Dood in de middeleeuwen, waar ontzaglijk aantallen mensen stierven, zodat maar om duur maar een derde van de bevolking overbleef. En dan een toch ook niet onaardige epidemie na de oorlog 1418. In 19 is er toch een zware griepepidemie geweest. En dat waren dus momenten waar dus een zekere knik kwam. Maar alles samengenomen kan je zeggen dat rond 1800, onder invloed van die samenballende krachten van het WTK-bestel, is de bevolking langzamerhand naar omhoog gegaan. Rond 1800. Zodanig rond 1800 neemt men aan ongeveer 1 miljard mensen. En tot aan mijn geboorte is dat gegroeid naar 2 miljard. Ik zat daarvoor niks tussen, maar dat is nu eenmaal zo. Men heeft dus ongeveer, ik ben van 34, maar het is ongeveer rond 1800 tot 1900, tussen 25 en 30, dat tweede miljard bereikt is. Dus men had ongeveer 125 jaar nodig om de 2 miljard te bereiken. Maar eens dat ik geboren was, ging het natuurlijk veel sneller. Dan kwam men aan 3 miljard, aan 4 miljard, aan 5 miljard, aan 6 miljard. Dus tijdens mijn leven was dat al een verdrievoudiging. Tijdens mijn leven. En nu zitten we aan 7 miljard. En als ik het nog een beetje kan trekken, zal er een viervoudige, ik zal het zo lang niet trekken, maar goed, zal er een viervoudige ontwikkeling geweest zijn, verviervoudiging geweest zijn, van de wereldbevolking. Dus datgene wat, ja, als we het begin van de Homo sapiens sapiens, de echte Homo sapiens sapiens Cro-Magnon, rond 45.000, misschien wel wat vroeger nog, ik wil daarvan af, maar zeker in Europa rond 45.000, op die 50.000 jaar ongeveer, naar 1 miljard, dan 125 jaar naar 2 miljard, en dan zo verder, naar 7 miljard. Dat is een onvoorstelbare explosie. En het is dus zo dat niemand dat eigenlijk vooraf had kunnen voorzien. En de mensen waren dus ingesteld op een gedachte. Ja, wij moeten zoveel mogelijk kinderen produceren in de hoop dat er nog 1 of 2 of 3 overblijven die zichzelf kunnen reproduceren. Want er stierven ontzaglijk veel mensen op jeugdige leeftijd. De grote schrijver Montaigne, op het einde van zijn leven ongeveer, als men hem vroeg hoeveel kinderen heb je eigenlijk gehad? Ja, hoe weet ik dat nu? Hij wist niet meer hoeveel kinderen hij gehad had. Want dat waren, of dat er 7, 8, 9, 10, 11, 12... Ik weet, ja, ik wist dat niet. Dus men stierf werkelijk op grote schaal. En dus die bevolking, de mensen waren dus ingesteld op het feit dat men maximaal kinderen produceerde. En er staat in de Bijbel, gaat en vermenigvuldigt u en bevolkt de aarde. Dat zegt Yahweh. Maar Yahweh wist niet
Ofwel wist hij niet dat de aarde eindig was, ofwel was hij, had hij geen idee van wat een exponentiële functie is, een exponentiële ontwikkeling. Hij wist niet dat dat vroeg of laat moest stoppen, bevolkt de aarde. En de mensen hebben dat ook gedacht, dat moet altijd voortgaan. En ik zweer het u, er zijn nog altijd mensen die dat denken. Dat dat altijd zo verder mag doorgaan. Vandaar dat principe dat iedereen het recht heeft zoveel kinderen te krijgen als hij wil. Maar stel dat iedereen, er is een zeer belangrijke notie van Kant. Kant is dat geen dogma, maar een heel interessante idee. De wetten die ik voor mezelf stel, daarvan moet ik kunnen wensen dat iedereen die voor zichzelf stelt, dus de gedragsregels, de maxime, zegt hij, die ik voor mezelf stel, dus als ik voor mezelf bijvoorbeeld zou zeggen, ik mag stelen, en ik extrapoleer dat, iedereen mag dus voor zichzelf zeggen, ik mag stelen, dan zie je, dat is een ongelooflijk interne contradictie, want dan besteelt iedereen, en dan is er geen eigendom meer mogelijk. Maar nu, in dezelfde zin, als iedereen zou zeggen, ik heb het recht om 5, 6 kinderen te hebben. En je extrapoleert dat bij. Dus alle mensen hebben het recht om te zeggen, ik mag 5, 6 kinderen hebben. En stel dat die mensen bovendien ook die behoefte ook hebben. En er zijn nog altijd mensen die behoefte hebben. Als iedereen dat zou zeggen, natuurlijk, dan is dat binnen 20, 30 jaar de totale explosie. En als je dat laat doorgaan, dan staan de mensen, ten eerste is de aarde dan vol met mensen, en daarna staan ze op elkaars schouders, en zo verder. En men heeft uitgerekend, na hoeveel generaties in feite, het aantal mensen, de massa van de aarde, dus de massa van het aantal mensen, groter is dan de massa van de aarde zelf. Dat is natuurlijk een absurditeit, maar als je behoorlijk doordenkt, dat iedereen zelf mag bepalen hoeveel kinderen hij heeft, dat is de consequentie. Als iedereen dan zou denken, ja, ik heb graag 4 kinderen, ik heb graag 5 kinderen. Maar iedereen mag dat dus zeggen, wel, dan zien we, dat loopt uit op een totale catastrofe. Maar dan komt natuurlijk de cruciale vraag, en waarom we dus deze avond hier bij elkaar zitten. Hebben we dan het recht, of hebben we misschien de plicht, om te zeggen, we moeten stoppen met meer kinderen te maken? Ten tweede, we hebben de plicht om na te gaan of we de bevolking niet gewoon kunnen stabiliseren, maar zelfs verminderen. Ja, op populatieschaal, dat was dus zeggen, ten eerste de mensheid in het algemeen, ten tweede de verschillende landen en volkeren in het bijzonder, daar moet men evident tot de evidente beslissing komen, die wereldbevolking moet gestabiliseerd worden. En als wij altijd maar verder en verder en verder gaan in onze behoeften, dan moet die bevolking dalen, tot misschien een maximum van 2 miljard, tussen 1 en 2 miljard. Die moet dus dalen. En dan moet je natuurlijk zien, land per land, hoe acuut deze nood is. Bijvoorbeeld, er zijn landen waar de bevolking nu reeds aan het dalen is. Dus daar stelt, bijvoorbeeld in Rusland is de bevolking aan het dalen. Dan stelt het probleem zich minder acuut. Maar er zijn landen waar de bevolking zich aan het exploderen is op een onvoorstelbare manier. En daar stelt dat probleem zich zeer acuut. Ik geef u het voorbeeld van Niger. Een paar jaar geleden was er daar een verschrikkelijke hongersnood. Deze zomer ook. En nu is er opnieuw een hongersnood. Nu moet ik u zeggen, Niger is het armste land van de wereld, maar uitgerekend dat armste land van de wereld heeft het hoogste geboortecijfer, 51,3. België heeft bijvoorbeeld 11,1, Frankrijk 12,8, Finland 11 enzovoort. Niger heeft 51,3 geboortecijfer en de fertiliteit, dat is het aantal kinderen per vrouw, is daar 7,55. De fertiliteit per vrouw. Hè? Het aantal kinderen dat een vrouw krijgt. In België is dat 1,64. Frankrijk 1,94. Finland 1,1. Dus 7,55 vergeleken bij België 1,64. En bij rampen zoals ook in Haiti wordt de bevolkingsexplosie eigenaardig genoeg
doodgezwegen. Men zegt nu, en niet hij, ja, we moeten vlug, hulp bieden en voedsel bieden. Maar als die fertiliteit zo blijft, dan moet je bedenken, Niger had in 1960 3,9 miljoen inwoners, nu 15,8 miljoen, en met die fertiliteitscijfers tegen 2020 22,7 miljoen. Dus hoe kan je nu bedenken dat men zegt, we moeten voedselhulp geven, in plaats van te zeggen, wij moeten daar zorgen dat die fertiliteit dringend naar beneden gaat. Want het was werkelijk dweilen met de kraan open. Zelfs niet met de kraan open, dat is geen kraan meer, dat is een rivier die daar binnenstroomt. Dus het is dus duidelijk dat in dergelijke landen, en er zijn er zo nog een aantal, dat het een absolute noodzaak is dat men zo dringend mogelijk die fertiliteit per vrouw moet drastisch reduceren, want dan zal het geboortecijfer nog een hele tijd lang dalen, want er zijn een zeer groot aantal mensen die nog zeer jong zijn, en die dus ook, zelfs als die maar één kind krijgen, zal dat nog altijd een hele tijd, enkele decennia lang, die bevolking nog aangroeien. Dus het is nu een typisch voorbeeld waar men kan zeggen, kijk, hier is het absoluut dringend nodig. En er zijn landen dus waar het om interne redenen absoluut dringend nodig is. Er zijn andere landen waar het niet zo acuut is, zoals bij ons bijvoorbeeld, maar waar men toch kan zeggen, als wij de wereld op wereldschaal beschouwen, moeten wij dat als ideaal stellen, dat mensen moeten streven naar, laten we zeggen, een maximum van 2 kinderen per vrouw. Ja, misschien heel kort even uitleggen. Het is zo dat dus de globale groei van de bevolking stijgt van zodra een vrouw 2,1 kinderen heeft. Gemiddeld natuurlijk, hè, want het is niet zo eenvoudig anders. Maar dus 2,1. Als men onder de 2,1 kinderen per vrouw heeft, dan gaat de bevolking naar omlaag. Maar van zodra men dus boven die 2,1 zit, dan groeit de bevolking verder aan. Ik ga nog een laatste vraag stellen en dan ga ik de vragen vanuit het publiek laten komen. In het boek, professor Vermeers, heb je een aantal zaken aangegeven. En misschien de belangrijkste is de volgende. Ik zal sterven in de wanhoop dat de mensen mij niet begrijpen dat dit zo een groot probleem is. Ja. Maar aan de andere kant word je geconfronteerd met zowel landen, ik zeg maar België bijvoorbeeld, die zeggen, wij zitten met een te lage fertiliteit, willen we de pensioenproblemen oplossen. En aan de andere kant zit je met landen waar men onder invloed van religies, christendom, de islam en dergelijke meer, zegt, ga en vermenigvuldig u en steek er geen stokje tussen. Of iets anders. Dus hoe kunt je uiteindelijk die strijd dan winnen? Ja, kijk, ik ga daar even op in op uw laatste punt dus, hè. De invloed alleen maar van de katholieke kerk. In de Filipijnen is 92% van de bevolking katholiek. Daar waren in 1960 27 miljoen inwoners. In 2007 88,5 miljoen. En voor 2010 was toen de schatting, en dat is, zal zo zijn, 94 miljoen. Een hele tijd geleden, de echtgenoot van de latere Aquino, dus Benigno Simeon Aquino, die wou een wet uitvaardigen om de contraceptiemiddelen, de toegang tot contraceptiemiddelen, te vergemakkelijken. De bisschoppen bedreigden hem met excommunicatie uit de katholieke kerk en die wet is er niet gekomen. En in Manila is er nog altijd een wet die voorlichting over geboortebeperking en het uitdelen van voorboedsmiddelen verbiedt. In bepaalde islamitische landen is ook de stijging van die bevolking al even indrukwekkend. Pakistan, zeer arm, denk aan al die overstromingen. 40 miljoen mensen bij de onafhankelijkheid, dat was 47. 130 miljoen in 98. 176 miljoen in 2009. Dus, en op 11 jaar tijd betekent dat 45 miljoen meer. En dan zijn er natuurlijk hongersnoden, overstromingen en zo verder.
En daar speelt dus de invloed van weer van een godsdienst. In andere landen zijn het bepaalde gebruiken, bepaalde culturele opvattingen. Ja, mijn vrouw die is al verschillende keren in Egypte geweest. En ze discuteert dan soms over kinderen. En ze zegt, ja, maar ja, mijn vrouw zegt, ja, maar ik heb geen kinderen. En uw man dan, is die niet kwaad dat je geen kinderen hebt? Nee, die is helemaal niet kwaad. En ze vraagt dan maar hoeveel kinderen hebt u? En 4? Ah ja, het is al wel tijd om te stoppen, zeg. Ah nee, hij moet zijn potentie bewijzen. Ja, maar, zegt mijn vrouw, maar heb dat bewezen? Ja, maar nee, ik moet bewijzen dat ik dat nog altijd heb. Dat is de redenering. Dus altijd verder en verder moeten de mannen bewijzen dat ze potentie hebben. En dat is maar half als het kind eigenlijk een vrouw is, een meisje is. Ze moeten eigenlijk bewijzen dat ze mannen hebben. Ik weet niet of u herinnert, Jan Leijers had daar een gesprek. En Jan Leijers heeft 4 dochters. En die man zei, doe maar uw best dat je eindelijk een jongen hebt. Ja, onze huisdokter in de tijd had 8 dochters en heeft zijn best gedaan. En het 9e was de jongen. Je kunt zo altijd voortdoen. Ik wil maar zeggen, daar zitten dus godsdienstige invloeden. Daar zitten culturele invloeden, ja, bedenkingen van mannen. En er zit dan ook onder invloed van die mannelijke opvattingen. Die zelfreflectie van vrouwen, dat ze eigenlijk nog niet echt volledig een plicht gedaan hebben als ze geen jongen ter wereld gebracht hebben. Dat is een vreselijke zaak. Als het ene kind na het andere is een meisje, dan hebben ze niks gedaan. Bijvoorbeeld in China, in de tijd, voor de Chinese revolutie, kregen de meisjes geen naam. Hè? Meisje nummer 1, meisje nummer 2, meisje nummer 3, enzovoort. Dat telde eigenlijk niet. Dus je moest eigenlijk jongens ter wereld brengen. En zolang die mentaliteit erin zit, en die zit er gedeeltelijk nog in, zowel in India als in moslimlanden, als in China, dat men jongens moet ter wereld brengen. Want als je dat niet kunt afremmen, ja, dan dat heeft nu op zichzelf niets met het WTK-bestel te maken. En als het WTK-bestel daar nog eens bij komt, ja, dan gaat dat de spuigaten uit natuurlijk. Wat was het andere aspect van uw vraag? Nee, dat was eigenlijk het pensioenstelsel in België. Ah ja, maar, ja, kijk. Ja, ik vind dat, ja. Het is natuurlijk zo, wanneer je altijd deze piramide wil bewaren, die men lange tijd gehad heeft, dus meer jongeren die dan de middelbare leeftijd bereiken en dan moeten werken voor een klein aantal ouderen, en men denkt dat dat de ideale situatie is, goed, dan moet men die piramide altijd verhogen. En natuurlijk, die piramide ontploft dan. Hè? Dus die situatie is niet houdbaar. Dus vroeg of laat moeten we een overgangssituatie hebben, waar inderdaad er een aanzienlijker aantal gepensioneerden zijn, die door een kleiner aantal jonge mensen, de arbeidende bevolking, de werkende bevolking, die kleiner is. En dat is een overgangssituatie die we sowieso moeten hebben. Maar bovendien klopt die redenering niet. Want stel, je hebt een groot aantal gepensioneerden. En je hebt dan een aantal mensen die tot de werkende groep behoren. En een derde daarvan is werkloos. Wie gaat er daar dan voor werken? Dus als alle kinderen die je voortbrengt, als daar een derde of een vierde, ja, eigenlijk als toekomst heeft om werkloos te zijn, dan zijn die geen oplossing van het probleem. Die vormen een nieuw probleem. Dus je moet ervoor zorgen dat de kinderen die je ter wereld brengt, dat je die op zo'n manier een opvoeding kunt geven en dat je de maatschappij op zo'n manier kunt organiseren, dat die kinderen allemaal, of toch het allergrootste gedeelte, inderdaad zullen kunnen werken. En niet een supplementair probleem van werklozen zullen vormen. Dus het belangrijkste is dat je die voldoende kunt vormen en dat je de maatschappij zo organiseert dat je voldoende tewerkstelling zult hebben om die totale piramide of die omgekeerde piramide in leven te houden. Dus dat, het ter wereld brengen van werklozen, zoals in veel ontwikkelingslanden het geval is, hè. Denk niet dat in Niger die mensen die
op die leeftijd tussen, laten we zeggen, 20 en 60 zijn, denk niet dat die allemaal werk hebben. Hè? Die vormen een supplementair probleem. Oké, ik denk dat we het probleem heel goed geschetst hebben. Ik ga misschien aan iemand van LVSV dus de twee microfoons geven, want we hebben er twee nodig, omdat alles wordt opgenomen. Denk aan uw privacy als je vragen stelt. Hou het netjes. Dus ik stel voor dat wie een vraag wil stellen natuurlijk zijn hand opsteekt. Ik zal dan zien dat die aan bod kan komen. Ja, terloops. Het is mijn opvatting, er bestaan geen domme vragen. Ja. Er bestaan alleen domme antwoorden. Dus geen probleem, welke vraag ook. Maar ik ga wel vragen, houd het kort en bondig, zodanig dat we zoveel mogelijk mensen aan bod kunnen laten komen. Hier hebben we... Dit is voldoende. Ja. Nee, hebben ze het alle twee nodig. Professor, is er nog hoop dat de invloed van de religie wereldwijd ooit nog kan afnemen? Wel, die hoop, denk ik, bestaat. Want als je bijvoorbeeld de ontwikkelingen in een toch vrij fanatiek godsdienstig land zoals Iran ziet, daar hebben we toch de laatste 20 jaar een daling van de fertiliteit. En een zelfs vrij substantiële daling van de fertiliteit. Ik heb geen duidelijk idee waardoor dat komt. Het is namelijk zo, wordt algemeen aangenomen dat naarmate de vrouwelijke bevolking meer ontwikkeld is, naarmate het onderwijs van de meisjes beter georganiseerd is, dat dan het geboortecijfer, het vruchtbaarheidscijfer daalt. En nu is het mogelijk, in de periode van de Shah, is er vrij veel gedaan aan het onderwijs en is het onderwijs van de meisjes dus ook substantieel verbeterd. En blijkbaar is dat onder de Ayatollahs niet achteruit gegaan. En dus door de voldoende opleiding van de meisjes brengt dat vanzelf een daling van de fertiliteit tot de vol. Dus de Ayatollahs zijn eigenlijk nog een beetje slimmer dan de paus. Ja, dus mag ik vragen van de twee micro's die gebruikt, is misschien zeer eigenaardig, maar één is voor de klank en het tweede is voor de opnames die we maken. Oké, dus dat valt mee nu. Hè. Professor, als ik u zo bezig hoor, een realistisch beeld voor de toekomst is dan bij uitbreiding wat de vorige vraagsteller stelde. Is het niet gewoon voor de mensheid in zijn totaliteit een gewoon hopeloze zaak geworden? Dat WTK-stelsel kunt u niet tegenhouden. De religie, naar mijn idee, als je Amerika ziet en zo ook niet, is het niet gewoon hopeloos in zijn totaliteit? Het is vooral hopeloos, denk ik, omdat je de mensen zo moeilijk ertoe kunt brengen dat in te zien. Om nu een heel persoonlijk voorbeeld te geven, hoewel ik dus zeer katholiek ben opgevoed en op 19-jarige leeftijd ingetreden ben in de orde van de Jezuïten, was ik toen reeds van mening dat de leer van de kerk op het gebied van contraceptie, om die principiële redenen, dus van die exponentiële curve, dat dat niet houdbaar was. En op een dag zei ik tegen de novicemeester, kijk, dat kan toch niet als er geen contraceptie is? Ja, dan krijgen al de mensen zo 10, 15, daar lang van, maar toch een gemiddelde van 10 kinderen. Ja, dan ontploft de wereld. En de novicemeester zei, er zijn nog zoveel woestijnen die kunnen ontgonnen worden. Ja, wat er dan daarna moest gebeuren als die ontgonnen waren, dat dacht hij er niet bij. En ik heb dus de indruk dat er heel veel mensen zo denken. Want moet u goed voorstellen, de bevolkingsconferentie van Boekarest, dat is nu al een hele tijd geleden, daar hadden Mao Tse-tung en het Vaticaan identisch dezelfde positie. Mao Tse-tung was overtuigd dat de bevolkingsexplosie het grootste wapen was van China. Want als ze daar atoombommen op gooiden, enkele honderden miljoenen doden, er blijven er nog altijd honderden miljoenen over. Dus, en sindsdien zijn er al zoveel conferenties geweest die te maken hebben met de problematiek bijvoorbeeld van de broeikaseffect. En ze spreken daarover van alles, maar niet over de geboorteregeling. De millenniumvoorstellingen, de projecten voor het millennium, Rio Janeiro. Er is geen sprake van geboorteregeling. Terwijl dat evident het belangrijkste probleem is.
Of je nu naar Cancún kijkt of naar Kopenhagen. Ze praten over Kyoto, ze praten over van alles. Maar iedereen weet toch dat hoe meer mensen er zijn, hoeveel CO2 er geproduceerd zal worden. Al zijn het mensen met weinig technologie, zoals in Afrika, ze zullen tenminste hout nodig hebben om hun eten klaar te maken. En als er dus zoveel miljoen meer zijn, zijn dat zoveel miljoen vuurtjes meer. Is dat zoveel miljoen aantasting van bossen en bomen mee? En in de andere culturen is dat natuurlijk, als met petroleum, met aardgas enzovoort, dan is dat natuurlijk nog zoveel meer. Dus hoe meer mensen, hoe meer productie. En men ziet dat niet in. Dat is het probleem. Ik ben daar nu al zoveel jaar mee bezig. Ik heb dus lesgegeven over milieuproblemen aan mensen zo'n... Een cyclus, postgraduate cyclus, over milieuproblematiek in de landbouw, enfin in de faculteit bio-ingenieurs. En met alles wat ik vertelde over milieuproblemen waren ze het eens, tot ik begon aan geboorteregeling. Dan klapten ze dicht. Het is verschrikkelijk. Maar het eigenaardige is, ieder kerstekind kan dat inzien. Dat niet explosief kan zich verruimen. Ieder kan dat inzien. En dat is mijn grootste probleem. Hoe komt dat de mensen dat niet inzien? En zelfs als ik voor de televisie zou zeggen, het recht van alle mensen om zoveel kinderen te hebben als ze wensen, dat kan geen mensenrecht zijn. Want als dat zou uitgebreid worden tot iedereen, leidt dat tot een catastrofe. Wel, kijk eens in de kranten wat er dan... Ze schelden mij uit voor het vuil van de straat. Ik zweer het u. Maar ik zal het niet laten. We gaan onmiddellijk naar achter. Er is nog één vraag hier vooraan. En dan gaan we jullie aan bod laten komen. Hier. Wat ik eigenlijk ook een bevinding vind. Tot nu toe, elke keer dat ik bij u naar een voordracht kom. Dan zijn we bezig over het katholicisme, de geloven die... Ja, dat dankzij dat eigenlijk is dat de bevolking uitbreidt. Maar het is eigenlijk ook dankzij de geneeskunde dat de bevolking uitbreidt. Want het is dankzij dat we medicamenten kunnen nemen dat we niet meer doodgaan. En is daar eigenlijk dan ook niet eigenlijk een probleem? Ontwikkelingshulp, we gaan iedereen gaan helpen voor te blijven overleven. En eigenlijk is het ons eigen probleem. Het is misschien een beetje moeilijk. Maar wij zorgen ervoor dat iedereen blijft leven. Dus normaal gezien maakten 15 kinderen en blijven er daar maar 3 van over. Maar dankzij ons blijven er 15 over. En het is dan waarschijnlijk dat we volgens mij dan een deel van het probleem is. Ten eerste moet ik erop wijzen dat hij begonnen is over het katholicisme. Ten tweede is het zo. Ik ben eigenlijk op ethisch vlak een Benthamiaan. Dat betekent... Het ergste wat er volgens mij in de wereld bestaat, dat is het lijden. Het lijden van de mensen in de eerste plaats, maar ook zelfs het lijden van dieren. Nu, als wij nu zouden zeggen, in Niger is er hongersnood, we laten ze maar sterven, dan moet je maar voorstellen wat een onnoemelijk lijden dat is. En het lijden van kinderen, dat is nog erger, omdat, ja, ten eerste... Dat is een spontaan gevoel dat je een kind niet kunt zien lijden, maar ten tweede ook objectief. Dat kind is volstrekt onschuldig en wij laten dat zomaar lijden. Bovendien, veel van die kinderen, als ze blijven leven, hebben een proteïnegebrek gehad en zullen later mentaal ook fysiek en mentaal gehandicapt zijn. En zullen dus als sukkelaars door het leven gaan. Dus wat ik zeg is... Wij moeten alles doen wat we kunnen om de kinderen die er zijn en om de mensen die er zijn zo weinig mogelijk te laten lijden. En dus moeten wij de moderne geneeskunde gebruiken. Omdat de moderne geneeskunde en de hygiëne en de voeding natuurlijk in principe de mensen gelukkiger maakt. Zonder de moderne geneeskunde was ik met mijn erfelijke belasting op het gebied van hoge bloeddruk, hartproblemen, hersenbloedingen enzovoort. Heel de familie van mijn vader stierf rond 50 jaar. Dankzij de geneeskunde heb ik het nu al een beetje langer getrokken.
Dus, en ik moet zeggen, ik verwijt dat niet aan de geneeskunde. En het is dus zo, en het is goed dat de geneeskunde bij alle mensen, en ook bij de vrouwen in de derde wereld, de kans op de genezing van hun kinderen die ze hebben, verhoogt. Dat is positief. Maar wat we daarbij moeten naar voren brengen, is dat dat moet gekoppeld worden aan geboorteregeling. En je kunt dat aan die mensen aantonen. Marleen Temmerman heeft mij onlangs nog gezegd dat waar zij komt in Afrika, dat daar zeer veel vrouwen zijn die beseffen dat ze beter minder kinderen zouden hebben. Maar ze beschikken niet over de middelen om minder kinderen te hebben. Dus aan de ene kant moeten wij proberen die mensen te helpen om de kinderen die ze hebben, dat die gezond zouden opgroeien. En dan zien ze vanzelf in dat het van belang is dat er geen 5, 6 of 7 bijkomen, want die 5, 6 of 7 die erbij komen, die gaan erbij komen in de diepe miserie en zullen dat eerste en eventueel dat tweede kind ook in de miserie storten. En je kunt dat aan de mensen uitleggen. Dus om op uw vraag te antwoorden, het is natuurlijk zo dat dankzij het WTK-bestel die hele explosie zich voorgedaan heeft. Dat is natuurlijk zo. Het is ook zo dat dankzij de medische wetenschappen, de terugdringen van de pokken en andere besmettelijke ziekten, dat natuurlijk die explosie bevorderd heeft. Dat is zo. Maar men had het verstand moeten hebben om te zeggen, door het feit dat wij die explosie veroorzaken, moeten wij er ook voor zorgen dat wij op grond van onze reden dat beperken. Omdat wij niet zozeer met aantallen werken, wij werken met het reduceren van lijden. Dat is voor mij het belangrijke. Het reduceren van lijden. Achteraan was daar een vraag. Wie heeft de microfoons? Doe maar. Er was net de man voor mij zei, een van de mensen voor mij zei dat het misschien hopeloos was. En ik deel die mening eigenlijk ook. Om verschillende redenen, eigenlijk om andere redenen wel. Maar ten eerste, dat WTK-bestel, als je er al van uitgaat dat dat juist is. Die hele theorie, denk ik dat je eigenlijk maar 2 opties hebt om dat aan te pakken. En dat die eigenlijk allebei even hopeloos zijn. Nu, ten eerste, rekent u erop dat de mensen, dat je door de reden de mensen gaat laten inzien welke problemen er zijn, hoe je dat aanpakt. U gebruikt de zin, een kerstenkind kan dat gebruiken, maar dat is denk ik net het probleem. Een kerstenkind is zeer onschuldig en het is tabula rasa, maar mensen zijn gevormd door een maatschappij en dat zijn voordelen die erin zitten. En de gemiddelde mensen zijn niet tegen opgewassen om iets rationeel te begrijpen. En dat is gewoon zo. 90% van de mensen zijn zo. Dus ik denk, het probleem is ook, als je dat stapsgewijs wil gaan aanpakken in alle landen, en daar geboortebeperking gaan invoeren, hoe ga je dat ooit op zo'n grote schaal praktisch kunnen aanpakken? Als wij daar in Afrika, ook al is het zo doelgericht als we willen, geboortebeperking gaan invoeren, zoveel kritiek van allerlei stromingen in de publieke opinie, gaan wij dat kunnen waarmaken door verzet hier en verzet daar? Dat is zoals allerlei plannen die in theorie wel werken. In de praktijk denk ik dat dat niets uitdraait. Nu, oké, moet ik afronden? Ja, de vraag. Okay. Ja. Wel, ik moet zeggen, er zijn dagen waarop ik ook die indruk heb. En toen ik dat boek schreef in de jaren 80, De Ogen van de Panda, dacht ik ook, pas op, ik moet hier opletten dat ik mijn pessimisme niet te veel naar voren breng, want dat brengt mensen tot wanhoop, vooral jongeren. En ik wens dat niet. En daarvoor gebruik ik nogal dikwijls de leuze van Willem de Zwijger. Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Het is niet nodig om te hopen, om te ondernemen. En het is zelfs niet nodig om te slagen, om te volharden. Dus je kunt zeggen, ik stel als doel in mijn leven om daarvoor te ijveren. En ja, ik heb dan tenslotte gedaan wat ik moest doen. Dat is een eerste punt. Maar ten tweede is het niet zo dat het hopeloos is. Als ik mag spreken, heel persoonlijk. Mijn ouders kwamen uit gezinnen van 9 tot 12 kinderen.
Wel nu, de generatie van mijn ouders, de meeste daarvan, hebben zelf, bij ons waren er 3, bij tante Germaine waren er 2, bij tante Adrienne waren er 2, bij tante Germaine waren er 3, en eentje daarvan is tijdens de oorlog geboren, en onkel Leon zei, ja, maar dat is van mij niet. Hij had zich teruggetrokken, maar blijkbaar niet goed genoeg. Maar nu, die generatie, wat was het punt? Die generatie, moet zijn, dat waren allemaal mensen van een soort kleine middenstand, meestal. Of bedienden aan de staatsbediening of zo. Dus mensen, dus niet geen echt welstellende mensen, maar mensen die toch een zeker niveau hadden. En die zagen dat zij een zekere welstand konden bereiken. En die wensten allemaal dat hun kinderen zouden studeren. En zij wisten ook, als ze 8, 9, 10 kinderen hadden om die te laten studeren, dat konden ze niet volhouden. Dus 2, 3 kinderen, dat konden ze. En die kinderen hebben allemaal gestudeerd. Dus toch tenminste middelbaar onderwijs gedaan en veel ook hoger onderwijs en zo verder. Dus die mensen waren autonoom tot het verstand gekomen om te zeggen, kijk, dat moet niet verder gaan. En nogthans, ze hadden geen andere methode dan coitus interruptus. En blijkbaar, nu en dan was er eens een mislukkingske, maar coitus interruptus, dat was eigenlijk de methode. Maar daar zijn ze zelf opgekomen. Tegen de prediking van de kerk in. Hoewel dat godsdienstige mensen waren. Tegen de prediking van de kerk in. Mijn vader die wou gewoon niet geloven dat de mensen luisterden naar de pastoor op dat vlak. Waar mijn vader alle zondagen naar de mis ging. Maar hij geloofde niet dat de mensen... Zijn mensen die veel kinderen hebben, dat voor het kindergeld zijn. Hij wil niet geloven dat de paus daarvoor iets tussen zat. Nu, het is bewezen. Ten eerste in Kerala. Amartya Sen heeft dat onder andere ook aangehaald. De staat Kerala in India. India die een explosieve bevolking heeft. De staat Kerala... In de loop van de 19e eeuw was er maar een maharaja die gezorgd heeft dat het onderwijs sterk gestimuleerd werd, ook het onderwijs van de meisjes. Dat heeft dan geleid op een merkwaardige manier tot een vrij intellectueel niveau van die bevolking, waardoor die staat jarenlang communistisch was. Het grote voordeel was dat dat nooit een communistische dictatuur kon zijn, want dat was maar een deelstaat van India. En die communisten hebben dus eigenlijk die politiek van die Maharaja, stimulering van het onderwijs en ook stimulering van geboortecontrole voortgezet. En momenteel heeft Kerala een zeer behoorlijk fertiliteitscijfer. Iets analoogs heeft zich voorgedaan in Taiwan. Taiwan heb je dus niet die invloed van islam of van christendom enzovoort. In Taiwan is er dus ook een zeer sterke bevordering geweest van het onderwijs van de meisjes, maar ook een geboorteregelingspolitiek waarbij er een departement was met ik weet niet hoeveel sociale assistenten die van deur tot deur gingen om de mensen aan te zetten tot geboorteregeling. In Singapore worden ze wel zelfs opgebeld. Zoveel vrouwen per dag worden opgebeld om te vragen of ze de pil genomen hebben. Dus, en dat lukt, dat werkt. Taiwan heeft een lager geboortecijfer dan China. Ondanks China, en China heeft men het met de harde hand gedaan natuurlijk, de één-kind-politiek. Volgens zo'n immens land was dat waarschijnlijk, na de waanzin van Mao, was dat waarschijnlijk noodzakelijk. Maar het is dus duidelijk mogelijk dat men op grond van inzicht en op grond van het inzicht vooral bij de vrouwen, dat men, en het onderwijs bij de vrouwen, dat men dat realiseert. Je hebt dus Kerala, je hebt Taiwan, je hebt in een mindere mate, maar ook reeds op de goede weg, Thailand. Je hebt in Indonesië, waar we al een eind verder zijn. In Brazilië begint het ook te verbeteren, en zo verder. En het eerste land waar het op zuiver redelijke grond gebeurd is Japan. Japan heeft beseft, onmiddellijk na de oorlog, zij dachten, ja, we gaan hier heel Azië veroveren.
ja, de expansie, wat de Duitsers de drang naar oosten noemden. Ja, voor Japan was het de heel de Pacifiek, de hele Atlantische Oceaan. Na de oorlog hebben zij beseft, ja, dat zal dus niet gebeuren. Dus wij moeten onze bevolkingsexplosie reduceren. En ze hebben dat gedaan met Eugenic Protection Act in 1947. Namelijk, op een heel eigenaardige manier, volledige vrijstelling van abortus. Van dan af was er ongeveer 1 miljoen abortussen per jaar. 1 miljoen abortussen, moet je dat voorstellen? Als je dat vermenigvuldigingscijfer, 1 miljoen abortussen per jaar. Heel eigenaardig, maar ze kenden geen ander middel blijkbaar dan abortus. Er waren ook andere methodes in de praktijk gebruikt, maar de toestemming van abortus heeft dat zo geregeld. En daardoor natuurlijk hebben zij hun bevolkingsexplosie kunnen tegenhouden, hebben zij hun onderwijs, zeer efficiënt onderwijs, in stand kunnen houden, door het feit dat er veel, veel minder kinderen waren dan in de periode daarvoor, en hebben zij hun immense explosie gekend van activiteit op wetenschappelijk, technologisch enzovoort gebied. En Deng Xiaoping heeft ook dat verstand gehad. En Deng Xiaoping, met zo'n immens land dat aan het ontsporen was op een onvoorstelbare manier, heeft dan die harde maatregel van dat één-kind-systeem ingevoerd. En je hebt gezien dat na 10 jaar, na het invoeren daarvan, is die opmars van China begonnen, omdat zij dan in staat waren, de kinderen die er waren, tenminste een opvoeding te geven. Dat is nu al meer dan 25 jaar geleden. En het is dus duidelijk dat dat de basis gevormd heeft van die opkomst van China. Dus het is wel mogelijk, ofwel door de mensen, de individuen zelf ertoe te brengen, ofwel door inlichtingen te geven en die zaak te propageren, zodat de mensen stilaan inzien, het is zo. En dus volgens Marleen Temmerman zien die mensen, die vrouwen in Afrika en Oost-Afrika, dat nu zelf ook in. Men schat dat er minstens 120 miljoen vrouwen zijn in Oost-Afrika, van in Afrika in het algemeen, die eigenlijk liever minder kinderen zouden hebben. Maar niet aan de middelen geraken. Ik ga nu opnieuw een vraag achteraan toelaten. En nadien, zeg ik het al aan de man die de microfoons bedient, is er vooraan hier een mevrouw die iets wil vragen. Meneer. Professor, mij intrigeert toch uw ervaringen ook dat dit zo een enorm taboe blijft. En ik begrijp dat goed in Filipijnen, een katholiek land, of in de meeste moslimlanden heet de dagen waar dat de religiositeit enorm toeneemt. Daar versta ik dat. Maar in ons seculiere Europa, wat is volgens u daarvan de verklaring? Is dat een soort overdreven emotioneel humanisme? Is dat de invloed van de media die altijd op korte termijn denken en die veel emotie ook willen creëren? Is dat daardoor? Of waardoor komt dat volgens u? En mijn tweede korte vraag, dat is, zou een interessant overtuigingsargument voor u ook niet kunnen zijn, toch een beetje duiden en wijzen op het feit dat als wij dit zo laten voortgaan, dat je wel eens zou kunnen komen tot de natuurlijke oplossingen. En dat zijn dan bijvoorbeeld de grote conflicten, de oorlogen. We kennen allemaal de aardappelhongersnoden in de 19e eeuw, de overbevolking in het Duitse Rijk, wier brauchen meer levensruim, 1418. We kennen ook Rwanda, de grote vaccinatiecampagnes in de jaren 70, 80, met dan de grote volkerenmoord. Dank u. Ik denk dat dat inderdaad zo is. Dus de antwoord op de vraag van daarjuist, van iemand die eraan wanhoopt dat het ooit zal verbeteren op wereldschaal, daar vrees ik dat het wel zal verbeteren doordat de mensen zullen inzien dat er zo geweldige catastrofen op ons afkomen dat het eigenlijk onhoudbaar wordt. Dus het is, de wereld bijvoorbeeld, ja, nu ga ik iets zeggen dat misschien een beetje pretentieus klinkt, maar het is zo, in 2010 is er een, zoals u weet, een zeer slechte oogst geweest door de hitte in Rusland en Oekraïne. En Poetin heeft dan gezegd, wij voeren geen graan meer uit. En ik heb toen tegen mijn vrouw gezegd,
Dit is een ramp voor Egypte. En je kunt dat wel zeggen, hè? Maar ik heb het ook neergeschreven. En ik heb de datum opgezocht waarop ik mijn tekst ingestuurd heb voor dat boek. En de datum is? Die datum is, ik heb die tekst opgestuurd op 26 augustus 2010. En de tekst die ik hier schrijf is de volgende. Een andere, maar eveneens onrustwekkende situatie doet zich voor in verband met de uitzonderlijk hete zomer in Rusland en Oekraïne. De bevolking van beide landen heeft daar rechtstreeks niet zoveel van te lijden, althans wat de voedselvoorziening betreft. Maar de drastische beperking van hun uitvoer laat voor enkele landen van het Midden-Oosten en vooral Egypte dramatische toestanden verwachten. De voedselvoorziening daar houdt allang geen gelijke tred meer met de bevolkingsexplosie. Dat betekent dat een stijging van de graanprijzen velen naar de hongersnood zal drijven. Millennia lang heeft Egypte behoorlijk kunnen leven met een bevolking van 2 tot 5 miljoen inwoners. In 1947 leefden er 19 miljoen. Door de verbetering van de technieken kon ook die bevolking door de landbouwproductie nog gevoed worden. Maar nu heeft men de 80 miljoen overschreden. En ik schrijf erbij dat dat vroeg of laat tot een explosie moet leiden. En die explosie, dat is dus de Arabische lente geweest. Want ook Tunesië heeft onder die voedselcrisis geleden en al die landen dus van Noord-Afrika en Egypte nog het meest van al met die enorme aantallen mensen. Ik heb dus in feite, wel, je kunt zeggen, de Arabische lente voorspeld. Ik wist niet hoe het zou gebeuren, maar dat er daar catastrofes zouden gebeuren, daar was ik van overtuigd. En het is zo dat waarschijnlijk vroeg of laat de catastrofes van die aard zullen zijn, dat men, ja, dat iedereen het werkelijk zal zien, dit kan zo niet verder. Er is natuurlijk ook voor een aantal landen waar de welstand stijgt, heeft de stijgende welstand als zodanig tot gevolg dat de mensen denken, als ik mijn welstand wil behouden, moet ik mijn aantal kinderen beperken. Dat is ook zo. Maar die landen waar die mentaliteit nog bestaat, ik moet mijn mannelijkheid bewijzen, of ik moet bewijzen dat ik voor mijn man een jongen kan ter wereld brengen, daar is het heel moeilijk. Maar het blijkt dat het bijvoorbeeld gelukt is in Iran. Dus het is blijkbaar mogelijk. Dus we moeten niet wanhopen, maar we moeten ons vooral verzetten tegen degenen die zeggen dat de bevolking, want als je in Europa over het bevolkingsprobleem spreekt, dan denken ze dat je denkt dat er te weinig kinderen geboren worden. Maar er is maar één bevolkingsprobleem in Europa, dat is dat er ook in Europa te veel kinderen geboren worden. Want een Europees kind is een factor 20 kind. Een Europees kind zal 20 keer zoveel hulpbronnen gebruiken de loop van zijn leven, energie verbruiken, mineralen verbruiken, zal 20 keer zoveel pollueren en zal 20 keer zoveel het oerwoud en alle andere ecosystemen aantasten dan een sukkelachtig kind dat in Niger geboren wordt. Dus dat zijn allemaal factor 25 kinderen. En dat zelfs de topfiguren van onze maatschappij beseffen dat niet. Hoewel dat toch zonneklaar is. Hè? Nu moet ik één ding daaraan toevoegen. Soms na zo'n vergadering komen mensen naar mij en zeggen, jammer, ik heb 8 kinderen. Dan zeg ik altijd, ik spreek nooit voor individuele personen. Wat een individuele persoon in zijn leven gedaan heeft of nog doet, dat is voor zijn geweten, ik kom daar niet intussen. Ik spreek alleen voor datgene wat wij publiek moeten zoveel mogelijk bij de mensen verspreiden. Maar ik ga nooit een individuele persoon aanvallen om te zeggen, en je hebt te veel kinderen enzovoort. Dat doe ik nooit. Ieder individu moet zoveel mogelijk informatie opnemen en doet dan met die informatie wat hij wil. Dat is ook zo op het gebied van godsdienst. Als ik spreek over, ja, de misdaden van de godsdiensten, dan is dat in het algemeen een individuele persoon die gelovig is, dat respecteer ik en
die moet dat maar voor zichzelf uitmaken, wat, hoe hij tot zijn opvattingen komt en hoe hij de dingen aanvoelt. Individuele personen pak ik nooit aan. Het gaat altijd over wat moeten wij proberen te verspreiden in het algemeen. Mevrouw. Ja. Ik vraag me af of het fundamentelere probleem eigenlijk niet eerder ligt bij het feit dat we zo'n consumptiemaatschappij zijn en bij het feit dat we op een niet duurzame manier omgaan met onze grondstoffen. En ik wil meer specifiek iets vragen in verband met landbouw. U zegt dat dat een systeem is dat niet duurzaam is of dat dat eindig is, de grond. Maar dat komt toch net door onze moderne technologie. En landbouw kan ook duurzaam zijn. Of niet? Wel, landbouw kan duurzaam zijn, maar onmogelijk voor de hoeveelheid mensen die er nu zijn. Maar een belangrijk punt, naar aanleiding van wat u zegt, dat is het volgende. Ongeveer een derde van het landbouwareaal van de aarde wordt gebruikt voor voeding van dieren. Dus het is dus zo dat in de westerse landen en nog in veel andere landen wordt er ten eerste zeer veel vlees gegeten, zeer veel eieren en zeer veel zuivelproducten. Daarvoor hebben wij dieren nodig. Het is dus, denk ik, noodzakelijk. Ik ben geen vegetariër, maar ik waardeer wel vegetariërs. Ik ben nu te oud om mijn leven zo grondig te veranderen. Ik ben 5 jaar kloosterling geweest en ik heb wel voldoende ascese om een keer te zeggen, ja goed. Maar ik wil wel in die zin principieel zijn dat ik probeer mijn vleesconsumptie te beperken. Ik denk dat dat iets is wat iedereen kan doen, de vleesconsumptie te beperken. Maar u moet zeer goed beseffen, als de Chinezen op een niveau komen, met meer dan 1,3 miljard mensen, als die op een niveau komen van ons, en zij nemen dus ons vleesgebruik over, dat is een catastrofe. Want in plaats van een derde, gaan we dan langzaam aan de helft van het landbouwareaal komen, dat voor dieren en nog meer, dat voor dierenvoeding gebruikt wordt. En dat is allemaal voedsel dat niet rechtstreeks voor de mens kan gebruikt worden. Als de mensen allemaal vegetariër zouden zijn, dan zou natuurlijk de landbouw ja, op veel efficiëntere wijze de honger kunnen uitroeien. Want natuurlijk, als het via een dier moet gaan, heb je veel meer grondstoffen nodig dan als het rechtstreeks via plantaardig voedsel gaat. Maar duurzame landbouw is mogelijk, maar niet voor de immense aantallen mensen die er nu zijn. Een vraag hier vooraan en nadien gaan we opnieuw naar achteren. Dus eerst hier nog een vraag. Professor Vermeers, als ik goed kan rekenen, bent u ongeveer 78 jaar. Ik word dit jaar 78. Pardon. Maar ik heb nog een uitstel tot de 2e mei. Oké. Okay. Ik ben er zelf 41 en ik zie rondom mij vrij veel mensen die nog jonger zijn dan ik. Ik denk dat die verschillende generaties, anderhalve à twee generaties, dat probleem ook op een andere manier zullen benaderen. Dat is logisch. Ik zou graag 2 hoopvolle stellingen poneren en ik zou daar uw mening willen over kennen. Ten eerste stel ik het WTK-bestel, in het bijzonder het deel wetenschap en techniek, zal zodanig evolueren dat wij naar cradle-to-cradle oplossingen gaan en naar het duurzame gebruik van hernieuwbare energie op zeer korte termijn. En de tweede positieve, hoopvolle stelling is door de stijging van de welvaart en de verder gezette emancipatie van de vrouw zal het probleem van de overbevolking zichzelf oplossen. Dat is een vrij optimistische stelling. Maar die stelling is hangt een beetje in de lucht door wat ik noem het wetenschappelijk-technologisch optimisme. Er zijn dus mensen die denken dat, en je leest dat ook bij Lomborg bijvoorbeeld, in zijn eerste boek, dus ja, de oplossingen liggen dus voor de hand. Want de mens is zo inventief dat hij voor alles een oplossing vindt. Wel, in 1800 waren er 1 miljard mensen. Dit jaar
zijn er nog een miljard mensen die honger lijden. Ik wil er vanaf zijn. Dat varieert een beetje volgens de voedselprijzen. Het minimum is bereikt geworden, het minste aantal is bereikt geworden rond 98 of 97. Toen zat men rond 800 miljoen mensen die honger lijden. Maar met die situaties daarna is het weer opgeklommen tot 900, 950 miljoen mensen die honger lijden. En die wetenschappelijke optimisten die zeiden, je kunt alles zomaar oplossen. Wel, ze hebben sinds 1800 de tijd gehad om dat op te lossen en ze hebben het nog altijd niet opgelost. Er zijn nog altijd ongeveer een miljard mensen die honger lijden. Als het zo gemakkelijk was, waarom hebben ze dat niet gedaan? Een van de belangrijkste problemen op het gebied van energie, dat is bijvoorbeeld die van elektriciteit, dat wij geen efficiënte methode hebben om elektriciteit op te slaan. Bijvoorbeeld, als je een elektrische auto zou willen hebben, die een autonomie heeft, bijvoorbeeld van 600 kilometer rijden aan gemiddeld 100 per uur, wel, dat lukt niet. Waarom? Wel, Volta heeft zijn eerste batterij maar ontwikkeld in 1800. Men heeft toch maar 100 en, laten we zeggen, 100, bijna 2012 jaar tijd gehad om de batterijen, om de opslag van elektriciteit op een adequate manier op te lossen. En men is er niet in geslaagd. De energieproductiemiddelen, elektriciteitsproductiemiddelen, die er nu zijn, de meeste daarvan kennen we al van in de 19e eeuw. En er is er eentje bijgekomen, de gecontroleerde splitsing, atoomsplitsing, die is erbij gekomen. De eerste atoomsplitsing is in, is makkelijk om te onthouden, Amerika is ontdekt in 1492. En de eerste splitsing is van 1942. Dat is gemakkelijk om te onthouden. Fermi, dat stadion daar in Chicago. 1942. Die atoomsplitsing, een kettingreactie die energie kan produceren. Wel, het basisprincipe daarvan is nu nog altijd hetzelfde. Namelijk, je hebt dus de boiling water reactor en de drukwater. Pressure reactor. Je hebt die twee voornaamste reactoren, er zijn er ook een paar andere, maar die hebben niet veel succes gehad. Men heeft geprobeerd dat efficiënter te maken door de snelle kweekreactoren. Daar heeft men miljarden in gegooid. Daar heeft men de meest geniale mensen opgezet. Super Phoenix in Frankrijk, Kalkaar in Duitsland, in Japan ook. Niets. Niets. In 1952 hebben we in een nieuwe tok de fusie van atoomkernen onder de vorm van een waterstofbom. Sinds die tijd werken duizenden en duizenden geleerden op het realiseren van de gecontroleerde fusie. En men zei, maar de mens is zo slim, maar je zal dat onmiddellijk realiseren. Ze zijn er nog altijd niet. Met de gecontroleerde fusie. En zo zou ik kunnen doorgaan. Want al die andere energiebronnen, want zelfs de uranium, die reactoren die wij nu kennen, natuurlijk zijn die ook eindig, want bronnen van uranium zijn eindig. Moesten we de gecontroleerde fusie hebben, dat zou beter zijn, want er is tamelijk veel water. En dat zou te doen zijn, voor een tijdje. Maar we hebben die niet. Dus de petroleumvoorraden zijn eindig. En die worden opgebruikt. Men zegt, ja, maar er zijn altijd nieuwe boringen. Ja, zoals Deep Horizon, die dan ontploft met immense schade. En men begint nu aan de Noordpool, omdat het ergens niet meer te doen is. Bovendien, die schaarste op het gebied van petroleum, en dan binnenkort op het gebied van aardgas, die heeft enorme politieke gevolgen. Waarom zijn de Arabieren zo machtig op de wereld? Omdat zij op petroleum, moesten petroleum niet
in die Arabische en landen en Iran zitten. Maar dan waren de problemen van het Midden-Oosten waren al lang opgelost. Maar die petroleum zit nu eenmaal daar. Dat is ongelijk verdeeld. Een aantal zeer zeldzame, belangrijke elementen zitten momenteel in China. Een aantal in Rusland. En het schijnt nu dat er ook een aantal in Afghanistan zitten. Dus denk maar niet dat daar vlug vrede komt. Dus dat heeft ook gevolgen, de ongelijke verdeling van al die hulpbronnen die eindig zijn, die zijn dus niet gelijkmatig verspreid over de aarde, die zitten ongelijkmatig verspreid, en daar waar ze zeldzamer en zeldzamer worden, geeft dat aanleiding tot onnoemelijke conflicten. De conflicten op het gebied van water in het Midden-Oosten zijn pas begonnen. Maar denk eens aan het volgende. De Nijl heeft, Egypte moet al zijn landbouw steunen op de Nijl. Die Nijl komt uit Soedan en uit Ethiopië. Maar in Soedan en in Ethiopië worden immense landerijen verkocht aan Indiërs, aan Chinezen, aan Koreanen. Die daar zullen irrigeren met water uit de Nijl. Met het gevolg, zoals wat in Kazachstan gebeurd is, bij het Aralmeer gebeurd is in Oezbekistan, met het gevolg dat Egypte met zijn meer dan 80 miljoen inwoners minder en minder water zal krijgen. Tot wat kan dat anders leiden dan tot een oorlog? Dat is het dramatische. De menselijke inventiviteit is natuurlijk beperkt door de natuurwetten. Wij zijn zeer geniaal om allerlei dingen te winnen, maar ik wil een positief antwoord geven. Dus de menselijke inventiviteit is zo, de productie van en de consumptie van de mens, die bestaat enerzijds uit het gebruik van energie, anderzijds uit het gebruik van massa, gewone materie, en anderzijds uit het gebruik van vormen, informatie. Alles wat kennis is, alles wat wij als schoonheidsbeleving hebben, denk aan muziek, literatuur, alle soorten muziek, of het nu popmuziek of klassieke muziek enzovoort is. Films, tv-programma's, noem het maar op. Alles wat informatie is, kan doorgegeven worden zonder, met zeer, zeer, zeer weinig energie. Dus het succes van de gsm's nu, die informatie die stroomt, en het internet, die informatie die stroomt over de aarde, waar zeer veel mensen zeer veel aan hebben, dat kost bijna geen energie. Dus als wij onze behoeften laten evolueren, ik heb dat in de tijd tegen Van Rossum zo gezegd, in plaats van met Ferraris te rijden, zou je beter boeken schrijven. En heeft het dan nog gedaan ook. Dus, maar als hij, je kunt evenveel plezier hebben, kijk naar dit, aan het schrijven van een boek, als aan het rijden, veel meer plezier dan met het rijden met een Ferrari. Dus als wij onze opvoeding kunnen evolueren in de richting van een belangstelling, meer en meer en meer voor vormen, dat is ook menselijke interactie, gesprekken, contacten, visuele vormen, kunst, auditieve vormen, wetenschap. Je mag aan wetenschap doen zoveel als je wilt. Je mag wiskundige berekeningen maken en formules uitvinden zoveel als je wilt. Je doet daar geen schade mee. Dat kan geen kwaad. Dat kost geen energie. Dus als we onze consumptie veel meer belang hecht aan vormen en minder en minder, dat meer en meer dat reduceert tot minder en minder energie en minder materieverbruik, wel, dan gaan we in de goede richting. En ik denk dat dat mogelijk is. En het gebeurt nu al. Het gebeurt nu al. Ik ga een volgende vraag toelaten ergens achteraan. Ja, de twee micro's gebruiken. Het is zeer raar, maar het is geen zicht. Maar goed. Oké. Ik wil eigenlijk ingaan op wat de vorige persoon ook zei. Wat ik merk in uw betoog is dat u het WTK-systeem eigenlijk als een zeer lineair begrip ziet. Als iets dat eigenlijk als één geheel... Het WTK-bestel. Als een zeer lineair begrip ziet. En u lijkt niet voldoende, denk ik althans, in te zien welke sociologische, economische en technologische aanpassingen mogelijk zijn. Goed, u bent ingegaan op die technologische aanpassingen, maar ik denk dat die sociologische en economische aanpassingen die inherent zitten in dat WTK-systeem, dat u die onderschat en dat u te veel denkt dat u op een gecentraliseerde
manier antwoord moet bieden op een veel complexer probleem dan zoals u die beschrijft, volgens mij. Dus veel van de problemen die u nu aangehaald hebt, zijn niet echt rechtstreeks gerelateerd met overbevolking per se, maar eerder met overbevolking in een bepaald systeem die misschien dat WTK bestel te weinig toepast. Dus ik denk dat u... ik vraag me af of u niet het gevoel hebt dat u te makkelijk met op één manier een zeer complex probleem probeert aan te pakken. Wel, u zou wel mijn boek De Ogen van de Panda moeten lezen. Ik heb hier maar enkele minuten natuurlijk. En ik heb zojuist al één voorbeeld gegeven van het feit dat je de ontwikkeling van het WTK-bestel zou kunnen sturen in een richting van minder energieverbruik, minder gebruik van grondstoffen en meer productie van informatie, van vormen, die eigenlijk geen schade berokken. Tegelijkertijd moet je er natuurlijk voor zorgen dat wij tot een wereldbestel komen dat een oplossing kan bieden aan dat ander probleem dat ik naar voren gebracht heb, namelijk de ongelijke verdeling over de verschillende landen van de grondstoffen. Dat dus een onvoorstelbare bron is van oorlogen, van vechtpartijen enzovoort. Dus wat nu aan het gebeuren is in Irak, waar Koerdistan een belangrijk deel van de petroleumbronnen wil hebben, wat nu aan het gebeuren is tussen Noord- en Zuid-Soedan, waar Zuid-Soedan een belangrijk deel van de petroleumbronnen wil hebben, maar Noord-Soedan eigenlijk enorme bedragen eist om de pijplijnen te laten gebruiken. Dus die verdeling is een ingewikkeld probleem en wij moeten dus naar een wereldorde komen waar wij er kunnen voor zorgen dat er een veel gelijkmatiger verdeling komt van die goederen, dat wij dus, laten we zeggen, overeenkomsten sluiten. Bijvoorbeeld als je nu Palestina en Israël hebt en daarnaast Jordanië, Syrië en zo verder, wanneer zij niet tot een gemeenschappelijke oplossing komen voor het water van de Jordaan, dan wordt dat daar een catastrofale ramp die nooit oplosbaar zal zijn. Het is inderdaad zo dat er zeer veel sociale en politieke problemen het gevolg zijn van de verschillende types van benadering van die verschillende hulpbronnen. Maar het is ook zo dat naarmate je overal de bevolking zou kunnen reduceren en het bevolkingsprobleem aan banden leggen, dat die problemen minder erg worden natuurlijk. Waar we aan 2 miljard mensen gebleven, zoals ze waren rond 1930, ja, ik kan u verzekeren dat de welstand en de gelijkmatige verdeling van de goederen over de aarde, ja, veel gunstiger geëvolueerd zou zijn natuurlijk. Hè. Maar het is inderdaad zo dat, ja, er zijn enorm veel problemen die daar mee samenhangen. Ik heb u bijvoorbeeld alleen al het probleem van het vleesverbruik, wat dus een hele culturele omwenteling noodzakelijk zal maken, dat wij minder vlees eten, dat anderen misschien een klein beetje meer vlees kunnen eten en zo verder. Alleen ook het vissen. Als wij allemaal vis zouden eten, zoals de Japanners, dan is op 20 jaar zijn alle oceanen leeggevist. Als wij een dergelijk visverbruik zouden hebben. Dus je moet met zeer veel verschillende factoren rekening houden, maar het is onmogelijk om dat natuurlijk op één moment. Een kort. We hebben hier maar 4 uur vandaag om dat te behandelen. Goed, ik ga nog 3 mensen aan bod laten komen. Ik heb daar een hand gezien, maar hier is nu iemand die de 2 microfoons in handen heeft. Gaat uw gang, meneer. Professor, ik vind dat u een zeer scherp theoretisch kader biedt rond deze problematiek, maar ik zie niet veel gebeuren op wereldvlak van mensen zoals Marleen Timmerman, mensen die eigenlijk in het veld werkelijk gaan werken aan deze problematiek. Of mensen of organisaties of denktanks die modellen ontwikkelt voor falende staten of voor regio's of voor deelstaten à la Kerala à la Taiwan, Haiti, te gaan bestuderen. Haiti is het tegenovergestelde van Taiwan. Ja, dus inderdaad. Om dus eerst de
modellen te gaan bestuderen van de staten die het wel oplossen, om dan eigenlijk die falende staten, à la Haiti, een model te bieden om daar rond mee gaan te werken. Bijvoorbeeld om de VN modellen aan te leveren. Of is de VN daar zelf ook mee bezig? U volgt waarschijnlijk ook wel de dingen die... Veel te weinig. En het is dus nu zo dat de bisschoppen in de... Excuseer dat ik daar... De bisschoppen in de Verenigde Staten, die verzetten zich nu tegen Obama, omdat hij dus te veel zou gaan in de richting van het steunen van projecten voor contraceptie. En de mogelijkheid bestaat dus dat onder invloed van de bisschoppen, en dan de conservatieve protestanten natuurlijk, dat er dus iemand, misschien Romney, aan Mormoon, stel u voor, Mormonen die denken dat Christus dus niet alleen in Palestina geweest is, maar nog een keer in Amerika ook geweest is. Hè? Ja. Dus wel, ja, de kans bestaat dat zo iemand president wordt en dat je dus eigenlijk weer een achteruitgang komt, zoals in de tijd van Bush ook had. Al die dus, maar daarom moeten de mensen die werkelijk gezond verstand hebben en die nog kunnen vrij denken, moeten er vooruit komen. En zoals ik reeds gezegd heb, ik weet niet of we erin zullen slagen. Het is dus mogelijk, bijvoorbeeld iemand als Amartya Sen, die toch een bekende figuur is, heeft zeer duidelijk het voorbeeld van Kerala naar voren gebracht. En ik denk dat dat toch een zekere indruk kan maken. En dus, laat ons gewoon werken om eraan voor te doen. Lukt het of lukt het niet, we zullen het wel zien. En met een paar catastrofen zal het waarschijnlijk wel eindelijk doordringen. Achteraan is er iemand. Ja. Stel u misschien recht. Ja, dank ja. u. Voilà. Professor, aansluitend bij een paar vorige sprekers, wou ik toch even vragen of dat u of dat het effect van die demografische ontwikkeling, of dat u de problematiek daarvan, of die ontwikkeling naar de toekomst, niet overschat. Namelijk in die zin, in de westerse wereld hebben we gezien dat naarmate dat de welvaart zich ontwikkelt, naarmate dat het WTK-model zich ontwikkelt, de demografie, de nataliteit begint te dalen. En dat er dus in feite een negatieve correlatie is tussen nataliteit langs de ene kant en ontwikkeling van de welvaart en van WTK langs de andere kant. In de westerse wereld hebben we dat gezien. In landen zoals Japan, Rusland, ook in onze contraien is dat heel, heel duidelijk. U verwacht dat dus niet voor andere gebieden in de wereld. Ook hebben we een enorme afname gezien in onze gebieden van de religiositeit in functie van de ontwikkeling van de welvaart. Op een paar generaties is dat hier gebeurd. U verwacht zoiets dus niet voor andere werelden en met als gevolg minder religie, minder hoge nataliteit. Wel, dat werkt in elk geval hoor. Ik bedoel, wat u naar voren brengt is onder andere wat men de demografische transitie noemt, hè? Dus in een aantal landen is het zo, dat is begonnen in West-Europa, is het zo dat men op een bepaald moment, zodra de welstand verbetert, er is dan een complex verhaal over, maar ik ga het simplifieren, zodra de welstand verbetert, dat dan langzamerhand de bevolking gaat, dus de vruchtbaarheid gaat dalen, dat de mensen minder en minder kinderen krijgen. Dat is de demografische transitie. Aanvankelijk heb je dus zeer veel kinderen en die piramide. En langzamerhand komen er minder en minder en minder kinderen en gaat de bevolking dan dalen. Dit is in een aantal gevallen zo geweest, maar dat is geen wet van Meden en Perzen. Bijvoorbeeld, als je heel eenvoudig de situatie van België, laten we zeggen rond 1830, vergelijk met Nederland, dan zult u zien dat België dichter bevolkt was dan Nederland. En in België is langzamerhand de demografische transitie vrij sterk gaan werken. Vooral in Wallonië, misschien onder mede van Frankrijk, vooral in Wallonië, maar een eind later in Vlaanderen. Maar als je dat dan vergelijkt met Nederland, dat toch even welvarend was als België, dan zie je dat die bevolking in Nederland nog zeer lange tijd aanzienlijk is blijven stijgen. Dus die demografische transitie, goed. Maar de culturele achtergronden, die spelen ook een enorme rol. Bijvoorbeeld, de percentage van
vrouwen die gingen werken, is in Nederland veel later op gang gekomen dan in België. En nochtans zijn dat landen die zo dicht bij elkaar staan. Nu, Kuwait is een van de allerrijkste landen van de wereld. En het onderwijs in Kuwait is al meer dan 25 jaar volledig kosteloos. Wel nu, ik heb uw vraag dus wel voorzien. Het geboortecijfer in Kuwait is 19,8. Ongeveer een van de rijkste landen van de wereld met kosteloos onderwijs. Geboortecijfer 19,8, dat is hoger dan het wereldgemiddelde. En het geboortecijfer in Saoedi-Arabië, ook geen arm land, is 29,6. Vergelijk dat met België 11,1, Frankrijk 12,8, Japan 8,4, China 12,4. Dus Kuwait, ik zal het nog eens herhalen, China 12,4, Kuwait 19,8, Saoedi-Arabië 29,6. Dus de demografische transitie is iets wat werkt, wat bijvoorbeeld in West-Europa gewerkt heeft, maar niet op dezelfde wijze bijvoorbeeld in België en in Nederland. In België veel sterker dan in Nederland, maar als je dat vergelijkt met sommige zeer rijke landen, werkt het daar bijna niet. Dus, persoonlijk ben ik van overtuigd, als we dat kunnen combineren met zeer goede voorlichting, en als vooral de topfiguren, de leiders, de wereldleiders, dat inzien en dat verspreiden, dan is er een kans dat dat zich inderdaad voordoet. En het is inderdaad, we moeten het toegeven, het is nu reeds zo dat in belangrijke gebieden van de wereld die gedachten zich aan het verspreiden zijn. In Brazilië is er op dat gebied een vrij gunstige ontwikkeling. In Indonesië is er ook al een meer gunstige ontwikkeling. Dus het is niet volledig om wanhopig te worden. Het is mogelijk dat wij rond 2050, ik zal niet zeggen een stabilisatie krijgen rond 19 miljard, maar goed dat het afhangt. Rond 19,5 miljard blijft en dan langzamerhand nog naar omhoog gaat, want het zal moeilijk zijn om het te doen dalen. En dat we daar dan iets op vinden om, maar het zal natuurlijk moeilijk zijn om het broeikaseffect. Alles hangt er ook vanaf in welke mate het broeikaseffect een effect zal hebben op de landbouwproductie. Als wat we nu gezien hebben in Rusland en Oekraïne, dus die enorme hittegolf die de oogsten eigenlijk kapotgeslagen heeft, als dat zich verder voordoet op verschillende gebieden, dan kan dat tot catastrofale situaties aanleiding geven. Dus we zitten met onzekerheden. Het is mogelijk dat we het op tijd nog enigszins kunnen inperken. En laat ons hopen natuurlijk. Hè. Maar ons verstand gebruiken. Meneer? U hebt het gehad over Mao, over Lebensraum en over het Midden-Oosten, waar men ziet dat de landen rond Israël snellere bevolkingsgroei kennen dan Israël zelf en op termijn waarschijnlijk Israël gaan kunnen innemen. Dus mijn vraag is, als we nu denken dat er geen verandering komt in de demografische aangroei en dat de grondstoffen beperkt zullen zijn, dan zal er in de toekomst een soort eindspel gebeuren en is de speltheorie is waarschijnlijk beter van als natie of als volk, is beter van zoveel mogelijk kinderen te krijgen om de anderen te domineren of juist de anderen ertoe aan te zetten om geen kinderen te krijgen. Dat is natuurlijk de theorie van Mao. Hè? Maar met één waterstofbom, je mag veel kinderen hebben, met één waterstofbom is het gedaan. Hè? Dus ik denk niet dat dat een oplossing is. We moeten wel ijveren dat er overal zo weinig mogelijk kinderen geboren worden, maar zelf, laten we bijvoorbeeld zorgen dat wij meer kinderen hebben, denk niet dat dat een oplossing is. Dat is ook een heel belangrijk punt, hè. Als men in het Westen propaganda maakt voor meer kinderen, het Westen heeft ideologisch, of men dat nu wil of niet wil, heeft ideologisch een belangrijke invloed op de rest van de wereld. En als wij zouden zeggen, wij moeten meer kinderen hebben,
dan zal de rest van de wereld dat ook zo aannemen. Je moet het, het feit dat de andere landen naar het Westen kijken, moet dat niet onderschatten, die betogingen. In heel Noord-Afrika en Egypte, die spandoeken waar ze mee rondliepen, die waren niet allemaal in het Arabisch hoor. In Noord-Afrika, in Tunesië, waren de meeste in het Frans. En in Egypte waren meer dan de helft in het Engels. Om aan de westerlingen te tonen wat ze eigenlijk wilden. Als het alleen voor hun eigen volk was, hadden ze het even goed in het Arabisch kunnen tonen. Maar nee, ze kijken naar het Westen, ook al zijn ze er tegen, al zijn ze er kwaad op. Ze kijken ernaar. En als ze even de kans krijgen, komen ze naar hier. Dus wij moeten duidelijk het voorbeeld geven, denk ik. De allerlaatste vraag ga ik nu laten stellen door, ik veronderstel, de jongste aanwezigen hier. Het is misschien goed dat we ook de echt jongeren aan bod even laten komen. Ik dacht dat juffrouw 14 jaar oud, jong is. Ja. Stel maar uw vraag. Stel u maar. Mijn vraag is, geboortebeperking biedt heel veel mogelijkheden, oplossingen voor bepaalde problemen. Maar China is er geboortebeperking. Maar je ziet dan ook zo de illegale kinderen die daar geboren worden, omdat die mensen toch meer kinderen willen dan één of twee kinderen. En als, stel dat de hele wereld dan geboortebeperking heeft, maar er doen immens veel mensen aan illegale kinderen en de geboortebeperking helpt niet, wat gaan we dan moeten doen? Ja, het is dus zo, dat is een heel interessante vraag, want ik heb die zelfs voorbereid. Dus ik wist dat er een aantal intelligente vragen zouden komen. Dus de problematiek van China, ja, persoonlijk ben ik van mening, door de politiek van Deng Xiaoping zijn er vermoedelijk ongeveer tot nu toe 300 miljoen kinderen minder geboren. En met de effecten die daarna komen, is dat dus een enorme massa en dat was volgens mij wel noodzakelijk. Maar aan de andere kant is het zo dat die problematiek, rekening houdend ook met de Chinese cultuur, heeft die problematiek geleid tot een heel aantal pijnlijke toestanden. In de eerste plaats was het voor veel mensen, vooral op het platteland, zeer moeilijk om zich tot één kind te beperken. Maar ten tweede is het dus zo dat daar traditioneel dus de voorkeur gegeven werd aan jongens, zodanig dat men dan, als men een meisje had, dan probeerde in het geheim nog een jongen ter wereld te brengen die dan naamloos is. En ja, dat wordt natuurlijk een moeilijke zaak. Hoe gaat hij dan ooit zijn weg in de wereld vinden? Hè? Hoe gaat hij in een school terecht geraken? Hoe gaat hij aan werk geraken? Enzovoort. Het probleem dat u stelt is dus bijzonder belangrijk. Maar ik denk dat het soms ook een beetje overdreven wordt. Die problematiek, ik heb de, wat men noemt de gender ratio, de verhouding tussen mannen en vrouwen, bekeken van een aantal landen. Normaal moet er in de meeste landen moet er een vrouwenoverschot zijn, onder andere omdat de vrouwen langer leven. Dus zelfs als er in het begin ongeveer een gelijk aantal mannen en vrouwen geboren worden, na verloop van tijd, vroeger was dat anders, maar ook praktisch overal nu, is het zo dat de vrouwen langer leven en dat er dus over het algemeen minder mannen zijn dan vrouwen. Maar in China, door het verdringen van het aantal meisjes, soms abortus tegen, wat ook in India gebeurt, abortus tegen vrouwelijke foetussen en zelfs moord op meisjes, is er dus een omgekeerde verhouding. Bijvoorbeeld in België is het aantal mannen ten overstaan van het aantal vrouwen dus 96 tegenover 100. Dus 96, normaal zou het dus 100 moeten zijn, het aantal. In Brazilië is het 97, Chili 98, Frankrijk 95, maar China 108 mannen tegenover zoveel minder vrouwen. Maar ook in India,
waar dat één kindbeleid niet bestaat, 107. Maar daar wordt er sterk geaborteerd tegen kinderen. Maar daarnaast moet ik toch ook zeggen, Pakistan, 106 man. Algerije, dat zijn natuurlijk moslimlanden, Algerije, 102. En je ziet dus Libië, 107, maar dat kan ook te wijten zijn aan inwijking. Op wereldvlak is het dus zo dat het 102 is. Dus 102 mannen tegenover iets minder vrouwen. Het is duidelijk, u hebt gelijk, dus in China zijn er inderdaad meer mannen door het feit dat er dus dat de kinderen gedood worden of geaborteerd worden. Maar het doet zich ook voor in India, waar er dus geen één-kindbeleid bestaat. Het heeft dus eigenlijk meer te maken met de traditionele cultuur, die we dus moeten proberen om te keren. En we kunnen hopen, het is nu zo in India, dat er heel veel jonge mannen gewoon geen vrouw vinden. Er zijn dus dorpen waar de vrouwen te weinig zijn. Maar volgens de economische wetten, natuurlijk, waar er schaarste is, wat schaars is, wordt meer waardevol. En we kunnen dus hopen dat naarmate die schaarste in China en Indië aan vrouwen sterker wordt, dat het aanzien en de waarde van de vrouwen zal verhogen. Als dat een zekere troost kan zijn, dan kunnen we daarop eindigen. Oké. Dank u vriendelijk.